Zo, goedemiddag. Ik ben het Pagani Productions. Ik ben Anne-Marie de Beck 700. Want kijk, we hebben een beetje een klein probleem met mijn fiets. Kijk. Het is een beetje een kleine slag, want ik ben er onderuit mee gegaan. Dus het is een beetje... Ik ben ergens ervoor uitgelegen of zo, dus... Maar het gevolg is dat ik nu een slag in het wiel heb. Wel een slag, niet een super aanrijding, want het wiel is op zich nog verder. Dat ik kan zien, denk ik, redelijk recht. En ik denk alleen een paar spaken wat een beetje een klap gehad hebben of zo, denk ik. Maar goed, ik hoop dat, nog, dat ik de wiel nog kan behouden. Alleen maar hoeft het gespannen te worden of andere spaken erin. Dus dan hoop ik dat ik klaar ben. Maar goed, dat is een beetje nu wat mij vandaag is overkomen. Wat iedereen op zich wel kan gebeuren, want je hoeft maar een keer onderuit te gaan. En als je veel kracht op je voorwiel hebt of wat dan ook. Of je, ja, goed, je gewicht gaat erop of zo, dan heb je al een zwaar probleem hebben. Dus, zie je mensen, dat is een flinke wobbel in eigenlijk. Ik zal het achterwiel even controleren, nu we toch dat we bezig mee zijn. Kijk, het achterwiel is eigenlijk wel super. Ja, achter misschien ook een beetje nagecheckt worden. Zie ik achter ook een beetje. Wat valt er nog mee? Eens even kijken. Ik kom achter, dat valt nog wel mee. Ik vind dat nu een voorbeeld wat eigenlijk echt nodig is. Want achter kan op zich niet veel gebeuren, want al je gewicht op een achterdeel, ze hebben het voorwiel eigenlijk in feite. Dat is wel hier, ik ben hier zuurje mee en nou goed, en remje mee en zo, dat is toch wel, ja goed, aan mijn gewicht, ja goed, het zit ook niet aan de voorkant. Even kijken wat, en even kijken of ze zo af kunnen zien een beetje. Ik moet even nog een keer in. Dat ziet er wel redelijk uit, maar dat moet nog een beetje nagespannen worden, dat lijkt de achterwiel ook even naspannen. Als ik toch dan bij de fietsenmaker ben, ik moet aan de ketting moeten waarschijnlijk vervangen worden, want die is ook al niet meer. Ik heb ook al niet meer veel. Oké. Okay. Dat is ook een beetje rekken in het orde dus. Maar goed, dat was het weer. Dat was de Pagani Productions. En even de ketting even checken. Pagani Productions, Merida heb ik 700. En ik ga nog heel veel weer voor de camera even de ketting checken. Kijk, zie je dat is bijna eigenlijk de spanning wat hij op het moment heeft. Dat doe ik even in. Dat is eigenlijk met de status van mijn Canyon. Op zich valt het mij nog altijd goed, maar goed, een paar kleine dingetjes, dat kan je altijd goed. Een fiets, dat is gewoon een mechanische sport, er kan altijd gewoon dingen meegaan. Of dingen fout gaan, bedoel ik. Want er kan altijd wat gebeuren, je kan vallen of je raakt wat je niet wil raken of iets. Dat is het moment eigenlijk een beetje met de Canyon een beetje eigenlijk op zich, ja goed, dat is een beetje de status van mijn Canyon op het moment, mijn Canyon A SL 6.9. Dus dag mensen, tot de volgende keer, dat was het weer.